Afgelopen week verschenen een aantal applicaties in de App Store die je daar niet zou verwachten. Cydia was er al een van, daar kon je 99 cent voor betalen. Maar dat is gewoon een nep-applicatie. Als je Cydia wil installeren, dan zul je echt een jailbreak moeten uitvoeren op je iPad. Die kun je dus niet via de App Store kopen of installeren. Ik begreep dat ook Word verscheen. En ook dat was een app die niet echt was. Display Recorder is er ook eentje die je er niet zou verwachten. Display Recorder bestaat al een tijd via Cydia en is nu ook te koop via de App Store. Alleen is Display Recorder nu wel een echte applicatie, of in ieder geval een applicatie waar je ook echt schermfilmpjes op de iPad mee kunt maken, zoals je hier ziet. Het ziet er zo uit. Je hebt nu een pauzeknop zichtbaar, dat is een opnameknop op het moment dat je nog niet bezig bent met opnemen. En een stopknop, een teller. Je ziet aan dat rode knipperen dat de opname loopt. En aan de linkerkant zie je eerdere opnames. Nou, je kunt een eerdere opname selecteren en afspelen in de app. Dat moet je niet doen op het moment dat je in de opnemen bent, want dan krijg je de stopknop niet meer terug. En dan raak je je opname kwijt die je aan het maken bent. Je kunt hem ook doorsturen, bijvoorbeeld naar YouTube, naar de fotolibrary, en dan kun je hem in andere apps openen. Of je kunt hem rechtstreeks via Open in andere apps doen. Daar staat hier iMovie bij. Op deze manier met Open-in kun je hem niet openen in iMovie. Maar als je hem exporteert naar de fotolibrary kun je hem wel openen. Als je een opname van de app wil maken en niet een opname van de applicatie zelf, dan klik je even op de home-knop en dan ga je gewoon naar je startscherm. Je ziet hier een rode balk. Dat is ook een verschil tussen Display Recorder uit Cydia en Display Recorder nu hier uit de App Store. Daar zijn ook wel mensen die daarover geklaagd hebben van ja, die rode balk moet weg. Ik kan me voorstellen dat dat juist een eis is van Apple. Net zoals je een blauwe balk hebt op het moment dat je bijvoorbeeld mirroring gebruikt. En ook die app die dat toestaat, die kan gewoon niet anders. Dus ik kan me dat hier voorstellen. De applicatie is een 1.0.0, zeggen ze zelf. En zo reageert hij ook al een beetje. Hij is wat trager in sommige gevallen. Dan moet ik zeggen dat hier nu naar de App Store gaan, dat een beetje moeilijk te bepalen is. Soms is het ook de wifi-verbinding. Wat ik wel merkte was dat het zeker niet overal werkte. In een vorige versie van het filmpje wilde ik laten zien hoe je hem in iMovie kon bewerken. Alleen iMovie claimt blijkbaar toegang tot het audiokanaal. Ik ben nu namelijk gewoon via de headset mee in het praten terwijl ik dingen doe op de iPad. En omdat iMovie dat audiokanaal claimde, kon Display Recorder dat audiokanaal niet meenemen. En het resultaat was dus een opname zonder audio. En ja, dat is wel fijn als je daar achteraf achter komt. Maar goed, het is mogelijk. Hij kost €1,59. Voor het maken van snelle, korte schermfilmpjes even iets laten zien op de iPad, kan ik me voorstellen dat die €1,59 zeker waard is. Zoals gezegd, er zijn mensen die verwachten dat hij weer uit de iTunes Store, de App Store, gehaald zal worden vanwege het feit dat het wat trager is of omdat Apple dat gewoon helemaal niet zullen toestaan. Ik denk dat hij waarschijnlijk wel zal mogen blijven, maar het zou mooi zijn als hij een aantal van de huidige problemen in een 1.1 of 1.2 of een 2.0 versie zal oplossen. Dan gaat het nog wat beter. Nou, ik klik weer op de rode balk, dan kom ik terug in de applicatie en klik op de stopknop, zodat ik dit filmpje kan uploaden naar YouTube. Tot zover!